Je kwam er even langs, hè? Ja, Joop, jongens wilde weten waar ik kwam te wonen. Oh, nou Joop, hoe vind je dit? Hé. Hey. Hij vindt het een leuke stuk. Vindt hij zijn leuke stuk? Wat fijn. Ik zat net te vertellen hoe moe ik was. Ja, dat ben je ook. We blijven ook gewoon lekker thuis. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ben blij. We moeten door. Ja. We zijn live in een nieuwe vlog. Oh, nou dag. Groetjes. Welkom bij deze nieuwe vlog. Een beetje chaotisch geopend. Zoals je zag, mijn moeder kwam even Joop Younes brengen. Dat is mijn nieuwe plant. Heb je als goed in de vorige vlog net gezien. Ik ga even wat eten met Amber en Mitchell bij Tiger Mama of zo. Geen idee. Ik kende het helemaal niet. Het schijnt een hele leuke tent te zijn. Dus dat ga ik nog maar even beoordelen. Ja, ik ben moe. Heel vaak getest. Negatief. Is geen COVID. Ik denk dat het gewoon moe is van 4 dagen lang opgesloten zitten. Ik heb niet eens stappen gezet. Ik zei ook tegen mijn moeder. Ik zeg, volgens mij heb ik niet eens mijn schoenen aangehad de afgelopen 4 dagen. Behalve voor dieven uit te laten. En that's it. Maar ja, dus ik heb eigenlijk ook... Ja, wat heb ik gedaan? Ja, vrij weinig. Ik heb echt vrij weinig gedaan het weekend. Dus ja, weet ook niet. Gaan we die meenemen? We gaan lekker wat eten. Ja, dat zou het zijn. Helemaal lekker. Nou, daar ga je. Ja, leuk. Gaat, krijg ik cadeautjes. Maar ik heb nu deze alvast gekregen omdat ik zo zielig ben vandaag. Ik ben gewoon nog steeds zo boel. Maar ja, we moeten door. Ik ga straks naar practicum. Nefrologie. Klinkt heel slim. Ik heb geen geduld. Doe even zo. Wat heerlijk dit. Het is een heerlijk printje ook. Oh, wat goed. Oh, wat fijn. Oh. Wat voel ik me geborgen. Oh, wat lekker. Wat lekker. Zijn de nieuwste hoodies. Ziekelijk verroerd. Maar ja, wij gaan naar College de Heemlanden. Waar wij de eerste 5 jaar van onze vriendschap hebben besteed. Ik neem nog een antigripine neuspreetje mee. En gaan. Ja, the show must go on. Ik heb echt de hele ochtend plat gelegen. Dat was ook alweer lekker. Maar, oh, jeetje, Mina. Kan een mens zich beroerd voelen, wat? Ik kan ook gewoon niet stoppen. Ik zeg altijd wel dat ik een soort van, hoe heet het, zelfmedelijden heb. Maar aan de andere kant, ik heb nul zelfmedelijden. Want ik ga gewoon door. Oké, let's go. Oké, de personeelskamer in. Oh my god. Ik vind het allemaal zo spannend. Oh, hier zaten we wel eens. Stomme floorbalsticks. Niemand ons meer aan. Wij moeten enorm veel moeite doen om niet te gaan janken. Wat erg. Je ziet ons gewoon helemaal opgroeien. Ja, het gaat echt. Het is echt heel mooi eigenlijk. Want dit liedje, dat zongen we altijd. Dat moesten sowieso altijd janken. Bij achtergroepers huilen niet. Maar ik weet eigenlijk niet waarom dit ons hele middelbare schoolcarrière bij is gebleven. Maar echt trillipjes hoor. Ja. Weer in mijn heerlijke pakje.
Vanmiddag ging eigenlijk best wel goed. Nu moet ik zeggen dat ik ook wel heel veel paracetamol had geslikt. Dus ik leefde een beetje op de automatische piloot. En nu ik zeg maar weer zit, komt alles wel weer een beetje van zeg maar binnen. Ik had ook een pokeball besteld met Merel, maar ik kon het gewoon niet eten. Het was echt too much. Weet je wel, dat je denkt van, oh, ik heb helemaal geen zin om warm te eten. Of nee, iets groots te eten. Dus ik heb even crackertjes gepakt. Dus ik ga dat even proberen te eten. Ja, ik baal dan weer. Dan denk ik, vanmiddag ging het toch goed. Waarom de fuck word ik dan weer in de avond zieker? Dus dan ga ik slapen en morgen ook wel weer een drukke dag. Best wel veel meetings. Maar ja, ik weet niet hoe ver ik ga komen. We gaan het zien. Het is wel het gaat. Nou, dag man. Ik heb dus een borrel of achter iets. Doeg! Bij ambassadeurs van de zorg. Ik weet niet of het echt een borrel is. Het is meer volgens mij een bijeenkomst. Doeg! Mijn mama heeft me even gebracht. Woep. Maar ik heb weer geen idee waar ik moet zijn. Ik ben natuurlijk 's werelds awkwardste persoon in de wereld. Ik zie alleen maar lesauto's, want het CBR is hier super dichtbij. Dus ik krijg sowieso al de kriebels van deze plek. Het is wel heel leuk, het is een werkspoorfabriek. Maar ik ga jullie even wegleggen, we gaan even... Oh, hier moet ik in. Oh, wacht. Ambassadeurs van de zorg, deze kant op, helemaal naar rechts. Doorlopen. Party. Party, helemaal naar rechts doorlopen. Daar ga ik. Even lekker hoor. Nieuw iPhone'tje. Even zieke stress, want ik dus dacht, dit is blauw. Maar jullie zien dat niet zo heel... Jullie zien dat niet zo heel goed, omdat het lijkt zo zwart. Maar eigenlijk lijkt het ook wel weer heel erg blauw. Maar het is natuurlijk midnight blauw, dus het is een beetje half-half. Maar dit is hem. Very pretty. Zich volledig in de make-up gehezen, want ik heb een 21 diner van Maud. Of 22 diner trouwens. Maar ja, Maud woont 3 minuten verderop, want ik was natuurlijk ziek. Dus dan durf ik het op zich wel aan om even te proberen. Zonder. En als het niet gaat, dan ga ik gewoon weer weg. Nou, het is omschreven. Het is een leekhoud. Maar ik hoor eigenlijk van dit aan. Dag jullie. Hi. Welkom, welkom. Dit is het. Ja, wat ik dus ook al zei, ik ben echt ziek geweest. Dus ik heb ook echt een hele saaie vlog opgenomen. Het spijt me zeer. Ik hoop dat de volgende veel leuker wordt. Ik wil je in ieder geval wel heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer. See you.